Isa ziet hij mij niet, toch? Ja, misschien net wel. Hij ziet je eigenlijk altijd. Maar. Ja, dat is het idee van de wereld 60. Zou Harpiet er ook nog komen? Ik denk dat Harpiet zit lekker te kakken. Harpiet! Oh, jij hebt ook gewoon het pasje. En wat is dan over de dichte tip? Nou, die heeft het ook al niet meer. Oh. Hey. Zeg eens hallo tegen dezelfde stikker. Zeg eens hallo tegen dezelfde stikker, Harpiet. Hey. Ga echt met een selfie-stick door Londen lopen? Yes. Ja, sure. Yes. Heel de dag. Wat een cool. Maar dit is wel een 3D selfie-stick. Ja. Filmt hij nu? Ja. Hoe zie je dat? Hier zit een lampje. Hier zit even op een lampje. Maar hoe filmt hij dan hier? Dat doet die magic. Je ziet niet, hè? Dit wordt echt een leuk. Ja, correct. Is dit filmpje? Dit is een filmpje. Hallo, is het een filmpje? Dit is een filmpje. Zit er ook geluid op? Ja. Mooi. Wil je even vertellen wat je ziet? Towbridge. Towbridge. Een boot. Dat is Towbridge. Dat is Towbridge. Dat is een boot, een hele grote. Ja. Dit is Londen trouwens. We zijn naar Londen. Ja, ja. Londen. Ja. Ah, dat ding filmt 360 graden. Moet je ook vertellen wat dit kan. Oh ja. Daar is niks. Nee, ik kan hier gewoon je hand voor houden. Want... Zullen we gewoon een stukje lopen zo? Of kunnen we daar mensen gaan interviewen of zo? Maar ziet dat er heel raar uit. Ja. Deze. Leuk hè? Ja, hier in Londen. Hey, als we bouwkunde, hoe heet je het? Shark. Shark? Ja. Shark. Wat zit erin? Spin. Rekentoren of banken. Dingen. Financiële hart en dingen. Dat allemaal goed. Dat vind ik wel leuk. Dat is niet meer. Ja, dat is meer wat. Ja. Dan wij over de Londenpit wandelen. Ik wil de groetjes doen aan mijn papa, aan mijn mama, aan Gea, aan Joeri natuurlijk, en aan mijn familie, aan jullie, aan Elise natuurlijk. Hoi! Is het live? Wordt het live uitgezonden? Ja. Oh, oké, cool. Het is live. Live hier. En op de baan. You. Relax, the kids didn't get that joke. And if they did, it's not my fault, you're bad parents. Okay. So now I need a hammer the next, but if you could stand there. What's going to happen next is this shoulder now has to go inside the crack. Leave this hand free. So forearm to, oh my god, you have beautiful hands. Do you moisturize? Relax, man, I'm not gay. My boyfriend is. Okay. Dude, I'm going to use you like a human pivot. I need you to lean back until you can feel my weight. So lean back a bit. You know, that's it. I'm going to do this, and then I'm going to do this. As I do this, the shoulder over rotates. You will feel it pop. It's a partial dislocation. Please don't freak out. Vital, no matter how funny it seems, you feel the shoulder pop, don't pull. Seriously, man, it pops, you pull, I scream, she throws up, everybody buggers off. You're with me. Look, ladies and gentlemen, have a quick look at Kyle's face. He had no idea this was going to happen today. He's being an amazing sport. On the count of three, shoulder inside the racket. This man deserves a huge round of applause. The biggest round of applause you've given. On three. Now, sir, just a quick word to the wise. If you clap with your hands in your pockets, you will crush a destiny. So safety first, remove the hands before you clap. Cool. Here we go. Lean back. On three. Big round of applause. One, lean back. One, two, three. Thank you, man. Yes. Now, wait, look. Ladies and gentlemen, it took me 9 months to learn how to do that. To push my shoulders the widest part of the human body to an 8-inch gap in a tennis racket. And you're staring at me like I'm the friggin' Mona Lisa. Come on, guys, it's a street show. Give us a minute. Give it up for Kyle. Thank you, man. Give it up for Richard Chesbro. And for the beautiful Maria. What a princess. Guys, from here down to here, you tie me up. Let's have fun. Sorry, man, they chase. Guys, the widest part of the human ribcage is not at the top. The widest part of the human ribcage is a floating rib. Once I go past that, we're in solid committed. Sorry about the view on that side. It's nice, though, my mum made it. Oh, God, that's really embarrassing. That's my ex-fiancée. I've got no idea who the girl is, but can I, Bruce? Oh, my God, I can't believe
believe I'm getting away with this. Here we go. And I'm in. Thank you, energy, that's all it takes. That's what you do for a living. You install solar panels, that's cool, mate, save the earth. What do you do, bro? You work for Land Rover, I can't make that sound sexy, man. But doing this is standard electrical tape, use of the bike. Go. En daar zit een koningin. Je moet opnieuw beginnen. Eten. Je moet opnieuw beginnen. Eten. Dit is Buckingham Palace. Dit is Buckingham Palace. Eten. En wie zit daar? Eten. Dat is de koningin. Oké. Okay. We weten niet of dat ze daar ook slaapt. Is die eten? Linksboven achterin. Ja. Dan kan je daar zo één kamertje gewoon een bed neer kunnen zetten. Badkamertje daarnaast. Ja. Dit is de koningin. Maar die heeft, dit is eigenlijk gewoon een bejaardenhuis. Eigenlijk is het een bejaardenhuis. Dit is van Tante Louise. Yep. Eten? Ja. Eten. Wij willen nog naar Churlup meteen. Hallo? Niet per se. Ik heb ook niet per se naar pizza. Mocht je toevallig in de buurt komen? Ja, dat kom ik niet zo benieuwd. Ik heb al eens een keer, toen was het dicht en de portaal staat. Toen was ik heel klein en gewoon victoriaal zo'n keer. Volgens mij is het niet meer dan dat. We zijn niet allemaal gewoon van die musea ja, die... Was dat met jullie? Nee, dat was een vraag. Ging ook naar zo'n museum, en als je dan binnen bent, denk je, nee. Ja, dit zal dit ook geen rekening. Het om je geld aan uitgeven. Ja. Dus vooral voor die Chinezen die er ook nog foto's van maken. Dat lijkt me echt super educatief. Heel eerlijk. Als we een museum gaan doen, zou ik het liefst niet. Als we een museum doen, want dan ben je lekker snel mee. Dat kun je aftekenen. De rest gaan we in om 3 uur. Dat is wel grappig om te zien. Ja, ik zit tussen de Manchester fans. Manchester. Is nou dit biertje niet ontzettend anders aan het lopen? Dat is trouwens best wel een eindje lopen. Nou, ik sta nu hoe filmt u dat? Daar zit er geen kamer. Daar zit er geen kamer. Een meter aan twee kanten om te gaan. Dus je ziet iets anders. Nee, dan moeten we dus vanaf maar je hebt dan Victoria en dan Green Park. Dat is wel gek, want ze steken niet ontzettend uit ofzo. Nee, dat zag je ook bij die foto toch? Ja, dat klopt. Maar veel te... Nee, dat kan hem niet. Ja, veel te hetzelfde aan. Super intelligent. Hier een stuk en hier een stuk. Maar dat is allemaal vanuit. Stukje dat gebouw. Slim dingen, hoor. Grappig. Ja. Super. Maar ik wil echt zeppen, want de hele tijd koken, daar krijg ik alleen maar horen van. Ja. We zijn wel aan het filmen trouwens. Ja. Serieus? Ja. Cheers. Ik wil het eigenlijk goed doen. Als je nu de camera draait, is dat dan... Future me. Is kom kut op kijken. Dan. Lief. Lief. Manchester. Goddomme, dat is een goed stuk vlees daar, hè. Man. Die wijk vernoemd is. Dus we kunnen nog verder die kant in lopen. Maar allemaal ik heb geen idee of er nog iets komt is. Hier ook de metro dan? Hier is de metro. Hier is de underground. Komt hier. Als we nog even zo'n logo vragen.
zal het vast wel. Kan iemand misschien even vertellen hoe duur dit blikje bier was? 7,5 euro voor deze blik. Wat? YOLO! Het is wel een echte pistonhead. Wil je even omhoog houden, dan kan je mooi de zaal zien. Niemand danst. Word je zat, hè?